Valco maakt straatmeubilair. Wij zijn, zoals dat zo mooi heet, inrichters van de openbare ruimte. Maar we kregen een vraag vanuit Finland, waar een van onze partners onze producten verkoopt. En die zochten een fietsenrek voor de Finse fatbike. Fatbikes die hebben een iets andere wieldiameter en wieldikte dan de gewone fietsen. Dus daar zat de uitdaging bij het ontwerp. Nou zit er wel wat verschil tussen Finland en de Nederlandse fatbike. Maar we hebben nu een rek ontwikkeld aan de hand van een standaard model. Waar zowel de Nederlandse fatbike als ook de Finse fatbike in geparkeerd kunnen worden op een veilige manier. De vraag kwam origineel uit Scandinavië. En daar gebruikten ze functioneel fatbikes in de sneeuw. En toen dachten wij, dan slaan we meteen de brug met de Nederlandse hype fatbikes. En die hebben hele kleine dikke wielen. En de Scandinavische fietsen hebben grote dikke wielen, dus daar zat de uitdaging. Nou, het is een aanvulling op ons standaard assortiment om te zorgen dat wij een breed pakket hebben voor onze klanten. Dus verwachten zeker, en met name ook in het buitenland, dat dit product best wel leuk verkocht gaat worden. Dit rek is een stuk robuuster dan een standaard fietsrek, omdat er ook een robuustere fiets in moet. Ja, de trek is groter en sterker dan een standaard fietsrek. We zijn redelijk self-fulfilling. Dat is voor het product ontwikkelen doen wij zelf met eigen mensen. De hele productie doen wij zelf. Ook het mooie oranje kleurtje zoals je hier op het rek ziet. Het poederkoorten doen wij zelf. Daarnaast brengen we ook met eigen vrachtwagens de spullen naar onze klanten toe. Met name in Nederland. En zijn er ook 7 montageploegen die ook de fietsoverkappingen overal monteren. Dus eigenlijk alles zelf. Fatbike, normale fiets. Voor alle markten thuis. We hebben een 3D-bestand van een fatbike gevonden. Dat was dan een van de Scandinavische fatbike. Maar die is dus een ander wiel dan de Nederlandse hype fatbike. Toen hebben we contact gelegd met Kadra uit Friesveen. En konden we in werkelijkheid ook de fiets proberen. Want de fatbike is natuurlijk ook een vrij zware fiets. We hebben getest of dat te tillen was bij de hoop. Dat ging plekloos. Ik weet niet of ik begin te stralen, maar ja, ik werk hier al een tijdje. En ik heb het bedrijf meegemaakt in de hele groei. En vooral ook dat proces van echt alles zelf doen. Ja, dat is natuurlijk altijd wel leuk als je daarbij betrokken bent om daar toch weer over te vertellen. En er dan een beetje van te genieten.